Wow! Ja, niet de beste. Ja, hè? Maar deze vind ik de beste. Ja. Je hebt al twee dingen. Zeg van dan kennen tenminste. Ik zeg, als we nou dingen verkopen, maar voor 10 cent. Ja, dat is zeker van. Als je maar van af bent. Is dit de officiële mooie luierweek voor de raad, hè? Dat heeft ze gedaan, hè? Echt? Ze kregen ook al wel. Ja. Ja, kijk eens naar meneer. Wat is bijna al je boekjes doen? Ja. Wat mag jij? Lachlantje. Hier, hier. Oh ja. Zal ik een stukje bij jou achter? Ja, zo. Zo, wat lekker. Ik heb een pizza bubbelbox.
gemaakt door het dorp bij en Mariëngade. Alle twee hele belangrijke gebouwen en mensen bij ons in het dorp. Samen maken het dorp. Dus deze kinderen hebben ook kennis gemaakt met de mensen die in Mariëngade wonen. Heel belangrijk. Wat ook heel belangrijk is, we hebben achter ons een harmonie staan. Daar komt direct Marleen iets over vertellen. Maar wat misschien nog wel veel belangrijker is, is de muziek die ze maken en de muziek verbroedert. Dus beste ouders, denk eens jullie kinderen misschien mooie muziek laten maken. Is heel goed. We hebben twee hele bijzondere dingen te gedenken vandaag. We hebben twee mensen die gedecoreerd zijn afgelopen jaar. Dat is Hans en Theo, die hebben een koninklijke onderscheiding gekregen voor hun bijzondere bijdrage aan het dorp, hun vele vrijwilligerswerk. En lieve mensen, vrijwilligerswerk, dat maakt het dorp dragend. Dus ik denk dat ik namens iedereen jullie heel hartelijk mag bedanken voor de bijdrage. Bij de heenkamer, daar staat een man in een zwarte tent